Jij ervaart dat er iets moet veranderen en dat is wat veel vrouwen zullen ervaren. Er moet iets veranderen op werkgebied. Hoe pak je dat nou aan? Het eerste wat je kan doen en waar veel vrouwen toch in achterblijven om dat niet te doen, is dat je met je werkgever gaat praten. We zijn nogal geneigd om te denken dat als we geen oplossing zien, dat die er dan ook niet is. Terwijl als jij met je werkgever in gesprek gaat, bestaat er best wel de kans dat er bepaalde oplossingen ontstaan, doordat jij je kwetsbaar durft op te stellen en te vertellen waar het niet goed gaat. Nou, als voorbeeld, stel je het aantal uren wat je nu hebt is te veel. Maar je wil eigenlijk, zeg je bij een werkgever, zeg van het is niet in minder dan 4 dagen te doen. Maar hoe kan je dat dan oplossen? Nou, in jouw ogen is er geen oplossing. Totdat je het gaat bespreken en je komt met je werkgever tot de conclusie dat het een ideale oplossing zou zijn als jij per dag een uur minder werkt. Waardoor je 's ochtends minder stress hebt om op je werk te komen en je kindje naar het kinderdagverblijf te brengen. En 's middags minder stress hebt om je kindje weer op te halen en je werk goed af te ronden. Op die manier kan je samen een oplossing vinden waardoor je wel meer balans ervaart. En die oplossing is eigenlijk dus maar heel klein. Terwijl je in je hoofd misschien in gedachten had dat je bij je werk weg zou moeten of een andere baan zou moeten zoeken. Het tweede wat je kan doen en wat je in mijn ogen ook altijd moet doen, is dat je onderzoekt waarvoor jou de pijnpunten liggen waardoor jij nu geen balans ervaart. Door dit te onderzoeken zal duidelijk worden wat voor jou echt belangrijk is. En waarom werken nu, zoals je dat nu hebt, niet voor jou werkt. Heb je bijvoorbeeld geen leuke collega's? Of werk je te veel uren? Of vind je de reistijd naar je werk, is dat op dit moment te belastend? Weet je, bespreek dit met vriendinnen, met je werkgever, met je partner of eventueel een coach. Want het is echt de zoektocht waard om te onderzoeken waarom het werk wat voor jou nu niet werkt, waarom dat niet werkt. Vaak zul je zien dat er bepaalde waarden of normen aan de grondslag liggen, waardoor jij je werk nu niet als prettig ervaart en waardoor jij nu niet de balans ervaart tussen je werksituatie en je thuissituatie. Dus onderzoek het grondig en daardoor ben je ook in staat om de volgende stap beter te zetten en meer balans te ervaren dan dat je nu ervaart. Dus de twee dingen die je kan doen is eerst met je werkgever praten over de mogelijkheden, omdat die er waarschijnlijk meer zijn dan dat jij nu in eerste instantie denkt. En het tweede is onderzoeken waar de pijnpunten zitten waardoor het werk voor jou nu niet werkt. En ik hoop dat je daarmee beter inzicht krijgt in werk wat wel voor jou werkt op dit moment.